Hallo, dames en heren. Tot de kijk, dit is goed in de video. Je ziet inderdaad hier Hatem Ben Arfa SPC. Dus dat is overigens ook gewoon de laatste video van 2020. Beste mensen allemaal. Deze speler moet ik even inleveren. Voor de Hatem Ben Arfa Flashback SPC. Die ik eigenlijk in deze 6 dagen wel wil gaan doen. Voor de rest. Is dit mijn selectie? En stond hier Paul Pogba, maar die ben ik proberen aan te verkopen. Zodat hier dan die Hatem Ben Arfa uiteindelijk kan komen te staan. Morgen Weekend League Awards, die zien jullie als het goed is op vrijdag, want ik ga het denk ik opnemen. Ja. En dat is dan de eerste video van 2021. We gaan gewoon lekker doorknallen, lekker rustig doorknallen. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, dus ik wil bedankt voor het kijken naar deze video. Een kort video, maar ja, kan ik ook niks doen. Doe blauw mogelijk wanneer je belletje aan als je geabonneerd bent. Dan zeg je zo altijd, abonneer op mijn kanaal en ja, de groeten dames en heren. Want ik kan je wel even laten zien, niet gelijk gaan zeggen van je hebt het slecht. Maar voor champs. Ik weet niet of ik mijn ranking kan laten zien van de champions. De 38 potten, dus Rivals ga ik sowieso niet kwalificeren, maar voor rang 1 kan gebeuren. Maar ik kan mijn ranking van de champions niet laten zien, ofwel. Ja, dat is bovenste mijn neef. Oh, Nick heeft ook gewoon weer goud 3 gehaald. Dat is ook wel gewoon goed. Niks meer weer, jongen. Ja, uiteindelijk heeft elke man, persoon uit mijn vriendenlijst het wel gehaald. Plaatsing. Maar zoals je ziet, 12 wins. Ik ben er zilver 1. Maar dit kunnen jullie dus verwachten. Ja, dit kunnen jullie dus verwachten bij mijn video van vrijdag. Ik weet niet of ik Hatem Ben Arfa SPC ga opnemen dat ik die heb gecomplete. Misschien doe ik dat morgen bij de weeklinker was er wel bij. En anders maak ik daar een aparte video van of zelfs helemaal niet, maar dat weet ik niet. Maar ik word er bedankt voor het kijken naar deze video. Blijf dan ook like, abonneer je bij de channel als je geabonneerd bent. Dus je zult altijd abonneren op mijn kanaal. En de groeten.